Gisteravond vond de inhaalmatch plaats tegen Dender. Na 11 gelijkspelen was de opdracht heel duidelijk: winnen. It was on goal with the Easter 5 and 20 minutes. It had gedacted. We spelt like bang of weasels, so bang for each verkeer to do. And then yeah, you come in and like it. Ja, plots komt die man alleen op de verdediging af, steekt die tussendoor. Munyaneza gaat vrij scherp op goal af, ik gooi de tackle en hij kaatst op mijn been, waardoor dat de bal een bots krijgt en zo over van Trier gaat. Dus eigenlijk echt ongelukkig. Echt ja, een kakagolo dat we dat zeggen. Hè. Mogen we zeggen, dit is waarschijnlijk een van de slechtste wedstrijden van het seizoen? Ja, ik denk dat je dat wel kunt stellen. Hè. Ik denk als je op voorhand weet dat je vandaag moet winnen eigenlijk om terug mee te doen. En als je dan zo laks en zo ja, zonder dash aan die wedstrijd begint, dan denk ik dat dat helemaal niet goed is. Is dat voor veel jongens de druk of wat is dat? Want telkens het erom gaat, eigenlijk dan beginnen jullie terug te haperen. Ja, inderdaad. Het zijn die wedstrijden dat we moeten dat er niet uitkomt. En, maar oké, dat is geen excuus. Ik bedoel, als je vandaag weet dat je als je wint dat je terug... bovenin meedraait en oké, als je dan zo'n match tevoorschijn tovert, dan dat is beschamend eigenlijk. Ja, je zegt een paar wedstrijden winnen, je draait bovenaan mee, maar we moeten ook eerlijk zijn, nog een paar verliezen en het is een heel andere zaak en dat wil niemand zien. Nee, inderdaad, het hangt allemaal heel dicht bij elkaar en we moeten ook niet te veel, we moeten niet meer te veel over die eindronde praten, we moeten gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. En, want op deze manier verdienen we het niet. Ja, dit is echt erbarmelijk. Die supporters, ja, binnenkort zit er niemand mee in het stadion. Maar Antwerp supporters die slikken dit niet. Nee, inderdaad. En terecht. Hè, ja. Ik bedoel, het eerste wat je als supporter mag verwachten van je ploeg is de wil om te winnen. En ervoor vechten en voor de ploeg spelen. Dat zag je vandaag niet. Hè. Ik bedoel, de eerste helft komen we overal tekort. We winnen geen duels. Ja, er is geen vechtlust. Ja, we zullen eerlijk zijn, we zagen de eerste weken onder Colin Andrews ook nog altijd wel wat tekortkomingen. Maar jullie compenseerden dat met vechtlust, met enorme bezetenheid, vastberadenheid. Die is compleet verdwenen. Waar is die dan naartoe? Ja, ik weet het ook niet. Voor ons is het ook een beetje een raadsel, denk ik. Allee, voor mij in ieder geval ook. Die eerste wedstrijd met Colin, ja inderdaad. Iedereen vocht voor elkaar en er stond weer een ploeg op het veld. En oké, misschien was het allemaal voetbaltechnisch niet zo mooi, maar oké, we vochten voor elkaar. En zeker in tweede klasse is dat de manier om ervoor te gaan. En als je dan ziet de laatste wedstrijden, dan doen we het helemaal niet meer goed. En dan zie je dat zelfs ook niet meer. Dus, en dan zie je maar dat we maar een normale ploeg in tweede klasse zijn en zeker geen topper. I could begin excuses going make. Oris is niet bij en Fibel is niet bij. You begin excuses te maken. Nee, sorry. Dat is niet nodig. De spelers op on the plein moet het doen voor de club. En bepaalde spelers hebben dat niet gedaan, vind ik ook. Iedereen zei wel, als ze winnen dan zitten ze terug mooi uit. Nu beginnen wij te denken, ja, tegen Luik. Iedereen zegt hapklare brok, maar met wat vandaag getoond wordt, is niks nog hapklaar. Nee, inderdaad. Als je zoals vandaag speelt, dan moet je van iedereen schrik hebben. Dan moet je ten eerste van jezelf schrik hebben. Want op deze manier ga je tegen Luik ook niet winnen. Ja, iedereen moet nu eens goed praten met elkaar denk ik, en voor de spiegel gaan staan. En gewoon terug als ploeg op het veld staan en beginnen met die duels te winnen en te vechten en te lopen voor elkaar. En vandaag geen staande ovatie voor de ploeg, verre van. Maar jij kreeg toch nog het applaus van de supporters. Wat doet dat dan? Ja, dat is plezant voor het horen dat ze er toe achter staan. Dat is ook wel fijn voor mijn eigen. Dat toch wel een bewijs van dat ik toch vandaag redelijk goed gespeeld. Maar ik wil gewoon vooral aanhalen dat heel de ploeg vandaag... toch echt probeert voor alles te geven en toch nog iets te halen, omdat je komt 2-0 achter. En ik denk als je dan de ploeg ziet en de mentaliteit dat we vandaag getoond hebben, ja, dan moet ik eerlijk toegeven dat de ploeg vandaag schitterend was, maar spijtig genoeg is er geen resultaat van gekomen. Ja, we mogen het ook eens oneens zijn. Echt schitterend vonden wij niet. Wat wij vooral zagen in de tweede helft, jullie kwamen wel, maar eigenlijk die jongens sloten gewoon op de counter. Er kwam wat meer ruimte en dan wordt het makkelijker ballen. Maar echt overtuigend was het nooit. Nee, misschien niet. Er was misschien niet zo weinig beweging, maar dat zijn niet helemaal van die matchen dat het moeilijk is tegen Dender, je weet dat ook. En ik moet eerlijk zeggen, die jongens zijn 3 keer voor de goal gekomen en hebben 3 keer gescoord. Dus ze scoorden 100% en vandaag was dat voor ons iets minder. Maar het kan gebeuren als voetbal. Want die match kan nog kantelen, maar er zijn een paar kansen. En eigenlijk kunnen we zeggen dat is echt verkwanselen van kansen wat er daar gebeurde. Ja, er zijn een paar kansjes geweest. Dat je toch, het wordt dan 2 en dan zie je dat je echt begint te drukken en nog een paar kansjes en lange ballen begint te spelen. En, dan is er nog kans, maar na die 2-1 scoort die met een direct 3-1. En ja, dan weet je dat het heel moeilijk was zijn. En zoals je zelf aanhaalt, ze gaan allemaal van achter staan en ze loeren op de counter. En dan is het voor ons ook moeilijk spelen. We kunnen ook zoveel druk geven als ze willen, maar als ze allemaal in de backline staan kunnen we niet veel doen. Maar ja, ik vond gewoon vandaag de mentaliteit van alle spelers schitterend, maar spijtig genoeg is er geen resultaat gekomen. I think that you said you had the cancer. The best of cancer fell to us in the tweet and half in the helix line with the cop ball. And knee been gone and it was punch. It could have been 2-2. Yeah. And then it's an end of match, maar dat is niet. Anderzijds, dit kruipt ongetwijfeld in de kleren en vooral in het kopje. Luik wacht, iedereen zei makkelijke wedstrijd. Dat is geen makkelijke wedstrijd meer. Nee, er is geen één match makkelijk in tweede klasse. Zoals ik al zeg, iedereen wil tegen de topploegen echt winnen en wil het volop gaan. En ik denk dat Luik niet minder gaat doen. Dus het is aan ons voor te bewijzen dat we wel kunnen zaterdag gaan. Dus we zullen ook alles aan doen met dezelfde mentaliteit en met dezelfde overtuiging. De trainer zal er alles aan doen om de groep weer in een positieve spiraal te krijgen. En meer kunnen we niet doen. Ik bedoel, zoals vandaag, dat kan gewoon niet. En ik feliciteer Vital. As trainer, his eerste overwinning, and moet ook zeggen dat is plezant voor hem en niet voor mij. Het is mijn eerste keer dat ik verloren at deze club. En het doet een beetje pijn, maar ja, het is voetbal en dat is wat is the mooist game to the world. But at the moment, for me, it's the shitst game to the world. Maar tomorrow is another day, and we'll have to blijven vechten voor it. Na de eerste nederlaag onder Colin Andrews moet Antwerp zich dringend herpakken. Allen op post aanstaande zaterdag op de Bosuil voor de wedstrijd tegen Luik.